ik weet niet hoe dat voelt om diva te zijn. Ik ken natuurlijk collega's die dus binnenkomen en echt als een diva binnenkomen. Mm-hmm. En ik kom gewoon daar naartoe, want dat vind ik normaal. Mm-hmm. Ik heb iets anders. Als ik... Annemarie, daar komt hij. Als ik niet opgemaakt ben, dan zie ik eruit als Ellie Driessen. Men loopt mij voorbij, dus ik ben helemaal geen diva. Zo voel ik me niet. Mm-hmm. En als ik me opmaak, ja, dan denk ik, hey, mooi plaatje daar. Begrijp je het in de spiegel? Maar ik ben zo blij op het toneel. Ik ben blij met aandacht. Ik ben blij dat ik het gemaakt heb, maar ik voel me niet. Dames en heren, ik ben Lisbeth List en u weet wel, ik ben een diva. Mm-hmm. Nee. Mm. Ellie Driessen is er ook nog, hier. U bent oma geworden ook. Wat ben ik? Oma. Ja. Is dat leuk of is dat niet, jullie? Jullie hebben allemaal oma's hier zitten, toch? De eerste keer dat je dat overkomt. Toen dacht ik, oh mijn god, ik mag hem meemaken. Het is zo leuk. Ik wist niet dat het zo leuk was. Toch? En dan stel ik mij de vraag, ik ga het heel direct stellen. Ik ben al op een paar begrafenissen geweest waar een cd wordt gedraaid en dan bent u dat die zingt. Wilt u uzelf horen op de begrafenis? Ik bedoel daarmee, zegt u, ik denk daar wel eens over na. Eén, ik ga niet naar begrafenissen, want dat is dan toch mijn trauma. Dat heeft met Indië te maken. Of zo. Die grote angst voor afscheid. Nee. Dat er een geliefde in de aarde wordt gestopt. Dat vind ik eng. Ik weet het weer. Want waarschijnlijk heb ik dat gezien. Van, dan komen er beestjes die knagen die kist open. En die vreten langzamerhand mijn geliefde. Daarom ben ik voor crematie, begrijp je? Maar dat is een rare. En ik denk niet na over de dood. En ik ga ook helemaal niks organiseren. Ramses zit op een wolkje. Klaus zit daar. Brel. Piaf. En één keer per dag komen ze met z'n allen op een ander wolkje. En drinken ze zich helemaal suf. Want het zijn allemaal alcoholisten. Nou. Ze lachen zich suf nu. Klaus en Brel. En Ramses. Dus ik denk niet dat je aan de dood moet denken. En als ik straks neerval, dan merk ik er niks van. Toch? Het is jammer voor de familie. Maar... Ik zou het wel erg vinden, toch? Wat lief ben jij. Dankjewel.